tafel, dat is goed. En hou je buurman in de gaten als hij maar geen piepstem heeft. Nou, dat had hij niet. Hou je buurman en buurvrouw in de gaten, want ik weet dat er bij dit soort dingen heel veel op zijn minst gesteffeld wordt. Dus de zaak belazen. Dus hou elkaar in de gaten, anders duurt het tot vanmiddag 5 uur. Vraag 3. Een van de echte Millingse mannen in het boekje is in december 1978 voor de wet getrouwd. Met een ras-echte Millingse bruid. Dat leverde belastingvoordelen op als je dat in eind van het jaar deed. Pas op 16 januari zouden ze voor de kerk trouwen. Voor het gemak sliep de man die nacht voor het huwelijk bij zijn aanstaande schoonouders, maar niet bij zijn geliefde. Jullie zijn getrouwd voor de wet, nog niet voor het bed, sprak de moeder van de bruid. Ze moesten die nacht in aparte bedden, in aparte kamers slapen. Wat deed de aanstaande schoonvader die avond om er zeker van te zijn dat zijn oogappel ongerept voor meneer Pastoor zou staan? Handen op tafel houden. Hij voerde de aanstaande bruidegom zo dronken dat deze de nacht laveloos op de bank doorgaat. 1 hand omhoog. Hij waakte de hele nacht op een stoel op de overloop. Dus hand omhoog, overloop, handen op tafel, dronken voeren. Nou, 1 hand omhoog is goed. En dan blijven er heel weinig over. Wie zijn er nog over? Er zijn er nog net te veel om de finale te houden. In autochtone Millingenaar, er waren er eigenlijk heel weinig. De meeste mensen in Millingen komen van elders. En ze komen af op rust en ruimte. En eerlijk gezegd ook op de goedkope huis. In autochtone Millingenaar stelden we de vraag, komen ons genoegen en Sint-Cecilia bij elkaar? Over één zaak was iedereen het eens. Nooit in het luchtkasteel van Wim Bakker, want dat was veel te duur. En een lid van ons genoegen was heel duidelijk. Wat zei hij? De handjes relaxed op tafel houden. Die 2 muziekkorpsen komen bij elkaar. Ze moeten wel. 1 hand omhoog. Samen met Sint-Cecilia. Ik vreet nog liever mijn trommel op en de stokken erbij. Nou, wat is er? Omhoog. Wat doen ze? Ze moeten wel. Nee, sorry. Handen op tafel. Ze moeten wel. 1 hand omhoog. Hij vreet zijn trommel op. Nou ja, die trommel dat gaat hij niet doen. Hij zegt ze moeten wel. Dan denkt u daar gelijk. Wie zijn er nu nog over? 3, 4. Ja, willen die dan nu naar voren komen? Ik stel nog 1 vraag en dan staan we geen beslissingen op in de volgende.